Huizenbezitters gaan dit jaar op hun handen zitten. De verwachting is dat er vanwege de coronacrisis flink minder woningen worden verkocht en gekocht. En met als gevolg dat de huizenprijzen afvlakken en volgend jaar zelfs dalen. Dat zeggen economen van ABN AMRO. En meneer Hoes, u bent van de makelaarsvereniging. U zegt, nou, ik denk dat het wel meevalt. Maar hoe werkt dit precies, die kettingreactie? Nou ja, sowieso moet ik heel eerlijk zeggen dat de ABN-cijfers ook in andere crisis niet altijd de juiste zijn geweest. Dus eventjes wat dat betreft de verwachtingenmanagement goed hebben. Maar bent u ook trouwens niet een beetje hoopvol, wishful thinking, omdat u natuurlijk voor die makelaars staat? Nou ja, kijk op zich is voor ons handel is handel. Hè. Of het nou goedkoop of duur is, qua percentage maakt dat allemaal niet zo gek veel uit. Nee. Dus wij zien het gewoon het grote belang dat mensen die willen verhuizen, die ook kunnen verhuizen. Het grootste probleem waar we nu tegenaan lopen is natuurlijk als mensen onzeker worden. Nou, het kabinet doet er alles aan. En ook de werkgevers- en werknemersvereniging om te zorgen dat er zo min mogelijk onzekerheid is in Nederland. Dat betekent dat wij ook zien dat na een eerste lichte daling in het begin van corona, nu het eindelijk weer herstelt. Op Funda zit gewoon weer bijna hetzelfde aantal mensen als voor die tijd. Bij de makelaarskantoren komt nog steeds meer aanvraag van en mensen die iets willen zien en mensen die iets willen verkopen en mensen die iets willen kopen. Dus wat dat betreft herstelt de markt zich op een gegeven moment wel. Want mensen denken, nou, ons kabinet heeft het wel aardig in controle. En dat is ook de bedoeling. Want het grootste deel van de economie, moeten we ons ook realiseren, draait gewoon. Ja, toch is er natuurlijk ook een deel wat niet meer draait, wat nu stil ligt, wat bang is misschien wel voor inkomen. Dus dat moeten we gaan merken, toch? Tuurlijk gaan we dat merken. Kijk, de mensen met de onzeker inkomens en de contactberoepen en de horeca, dat zijn natuurlijk moeilijke sectoren. En daar zie je ook dat de banken heel terughoudend zijn. Diezelfde banken waar we het net over hadden, zijn dus zelf heel terughoudend in het financieren van bepaalde woningen. Dus dat zien we wel. We zien wel veel mensen die de hypotheek proberen te veranderen. Denken, nou, nu is de rente nog heel laag. Dan wordt het misschien ietsje hoger dadelijk. Laten we nu maar even de rente oversluiten. Dus wat dat betreft er is er heel veel reuring in de markt, zal ik maar zeggen. Maar we zien dus niet dat mensen nu twijfelen van wat we moeten doen. Wat we wel zien is dat mensen die een nieuwbouwwoning willen hebben, dat die woningen steeds veel te duur zijn. En als je er dan van uitgaat dat misschien het inkomen wel ietsje lager gaat worden, of mensen misschien iets minder willen besteden aan hun woning, ja, dan is de druk op de overheid en projectontwikkelaars en banken om meer en veel goedkoper te bouwen, ja, die wordt alleen maar groter. Dat is eigenlijk ons verhaal wat we hier al een paar maanden geleden ook verteld hebben. Ik wou zeggen, dat is iets wat u vaker heeft gezegd. En ook Servaas van der Laan, financieel journalist, die onderschrijft dat. Er moet gebouwd worden. En daar ligt zeker een taak voor de overheid. Het is natuurlijk een crisis, een financiële crisis kan het worden, maar de vraag naar woningen blijft. Want er zit een intrinsieke vraag achter, namelijk een bevolkingsgroei. En die gaat niet zomaar weg door een economische crisis. De schatting is dat er zelfs een inwonertal van Rotterdam bijgebouwd moet worden. Ja, en laten we nou leren van de vorige crisis. Want toen stopten we massaal met huizen bouwen. En daarvan ondervinden we eigenlijk nu nog steeds de problemen. Daarom is er nu zo'n schaarste. Nou, de overheid moet het goede voorbeeld geven. Ze moeten juist nu investeren in de woningmarkt. Want die vraag die is er en die blijft er. We moeten toch ergens wonen met z'n allen. Daar heeft hij natuurlijk een punt. Hè? We hebben sowieso te weinig woningen. Is er wel voldoende prioriteit bij gemeenten dat er gebouwd moet worden? Maar dat was inderdaad het probleem. Toen de economie zo goed ging, kwam er ineens een enorme vraag naar woningen. Daar hebben we het hier eerder over gehad. En toen waren ze er niet, omdat je heel lange doorlooptijd nodig hebt. Dus nu moet je anticyclisch bouwen eigenlijk. Moet je denken, stel je voor dat iets naar beneden gaat, moeten we nu doorpompen. Want als het eigenlijk goed gaat, dan wordt die vraag ineens heel groot. En gemeentes moeten dus echt vergunningen gaan afgeven. Daar zit wel het grootste struikelblok nu. Ja. Al die ambtenaren die thuis werken, moeten wel met elkaar voldoende overleg hebben met de projectontwikkelaars om wel de vergunning op tijd af te geven. En dan moeten we gewoon weer vooruit.